Lingerie Lovers, ik ben Anouk en vandaag ga ik jullie wat vertellen over de Parnasse Nina die hier naast mij staat. Het is een bandeau model, wat betekent dat je hem ook zonder bandjes kan dragen. Hier heb ik hem met bandjes, op de pop heb ik hem even zonder bandjes. Het is ook een hard padded bikini top, wat betekent dat hij dus dikker voorgevormd is, echt stevig, zodat je tepels er niet doorheen komen. En ja, wat ik al zei, deze bikini top is zonder bandjes te dragen. Wat betekent dat hij alle stevigheid er wel uit onder zou moeten krijgen. Nou, het achterpand is daarom ook met dubbele stof gevoerd voor die extra stevigheid. En hier aan de zijkant zit ook een extra belijn voor stevigheid. En tussen de beugel en de belijn is de stof wat dikker gemaakt. En dat is gewoon voor het lekkere draagcomfort. En dat is lekker zacht. Dat gedeelte is wel heel mooi afgewerkt. Want de stof die is er eigenlijk een soort van overheen gedrapeerd. Dus je ziet er van de achterkant zie je wel dat die belijn er zit. Maar van de voorkant zie je er helemaal niks van. Dus dat is super mooi. En omdat deze bikini top extra stevig is eigenlijk, kan het wel zo zijn dat hij in de omvang wat strakker valt. Maar dat is wel echt nodig. Want je wil natuurlijk niet als je gaat zwemmen dat je bikini top ineens op je knieën hangt. Dus hij moet gewoon goed strak zitten. Vooral als je hem zonder bandjes gaat dragen. Nou, wat ook opvalt is het natuurlijk het hele mooie toffe kleurtje en het printje. Het is echt super, super vet. Ik wil hem ook. Nou ja. Er zit natuurlijk ook nog een broekje bij. Deze. Eén broekje zit erbij. En aan de zijkant, ik kan het op de pop beter laten zien. Aan de zijkant kan die wat breder gemaakt worden. Dus als je je heupen ietsjes wil verbergen, dan kan dat makkelijk. En dan zal ik nu de achterkant even laten zien. Zo. Op deze manier. En vinden jullie dit nou ook een super mooi setje? Kom dan snel bij ons in de winkel een kijkje nemen. Of bestel hem gelijk.